20 jaar Let's Leiden is een hele periode. Jubileum is wat mij betreft niet alleen om blij te zijn met wie we zijn en wat we doen, maar ook om vooruit te kijken en om ons heen te kijken. Verder zien we dat onderdelen van ons succesprogramma inmiddels door andere commerciële initiatieven worden opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de deeleconomie. En het is ook mooi dat door internet het ruilen en delen van goederen en diensten veel eenvoudiger wordt. Een Let's Kring is een ideale manier voor sociale activering. Het bestuur wil deze bijeenkomst ook gebruiken om de voorzittershamer over te dragen. Wat mijn idee is, inderdaad, nadenken met het bestuur over welke doelstelling Let's binnen de maatschappij moet hebben. En het vooral over de interne en externe communicatie hebben. Dan gaan we nu weer aan het werk. Daarnaast zijn er foto's met fragmenten en interviews die ik de afgelopen 2 jaar met verschillende lesleden opgehouden voor de nieuwsbrief en het forum. Workshop salsa, salsa dansen. 2 uur. Ja, dat is wel een En wanneer ben je bij Let's gekomen, Marijke? Ik denk 3-4 geleden. En omdat mijn collega ook lid van Let's is en ik nog iemand van Let's ontmoet, en ik van nou ga ik het doen. Ik had al langer het voornemen. Wat heb jij Let's te bieden? Ik heb poetswerk gedaan, maar ik kan ook niet dan op honden passen, maar oudere mensen voorlezen bijvoorbeeld. Of meegaan naar het ziekenhuis, dat zijn dingen, of een band plakken. Dus eigenlijk is mijn aanbod heel breed van wat ik ook zelf leuk vind om te doen voor een ander. En maak je ook wel eens gebruik van de diensten van anderen? Ik ben nu met mijn tuin bezig. Dus dan gebruik ik daar ook mensen van. Als sportverenigingen vanuit de cultuursector, omdat wij willen dat meer mensen in Leiden die nog geen werk hebben of die eigenlijk onvoldoende betrokken zijn bij onze stad, dat die via vrijwilligerswerk of het aanbieden van diensten weer meer betrokkenheid krijgen bij hun eigen omgeving. En daarvoor zijn we een digitaal platform aan het oprichten waarbij vragen en aanbieden bij elkaar kunnen komen. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van goh, ik zou het fijn vinden als iemand 1 keer per week met mijn boodschappen gaat doen. Als iemand mij helpt met het schoonmaken van mijn huis of als iemand mij helpt met mijn tuin. Een concurrent dus. Of een samenwerkingspartner. Dat arbeid en personen gelijkwaardig worden gewaardeerd. En dat is natuurlijk in de reguliere economie niet zo, omdat daarin talenten soms onevenredig worden gewaardeerd. En de bedoeling van Let's Leiden is nu juist dat alle vormen van werk gelijk worden beoordeeld. Het afnemen van diensten waar je normaal niet zo gauw toe zou komen, om wat voor reden dan ook, onbekendheid of financieel of voor een afleving. Daar heb ik binnen Let's wel een fatsoen. Zo heb ik binnen Let's kennis gehad met Reiki bijvoorbeeld. Kijk, als jullie zeggen van dan gaan dingen niet goed, of zouden dingen anders willen, dan kunnen jullie natuurlijk altijd bij de gemeente terecht om dat te signaleren. Nee. En dat doe je. Allemaal een schaap.